Laat u horen voor Reginald Kleijenbeek. Nee, ik had het niet verwacht, omdat er zoveel goede spelers mee zouden doen, wat ik achteraf hoorde. Dus, en ik had één keer pas mee getraind, dus... Ja, dat zeggen ze, met die andere badges misschien, maar dit speelt zo anders. Dus, ja, maar de pool en krijg je natuurlijk veel stuk zwakkere spelers. Dus je hoeft de bal alleen maar weg te leggen. En ik denk van Elveren. Van Elveren? Ja. Dat is een hele mooie partij. Ja, daar heb ik het zwaarste en tegen. En ook terecht dat hij derde is geworden en ook meegaat naar Londen. Ja, zeker. Hij speelt zo, hij heeft zoveel balgevoel. Dus... Ogenblikje. Meneer, wil even die lichtfiets? Dankjewel. Dat is hem. Vorig jaar voor trainen of? Ja, ik ga wel extra trainen met het bedje. Ik heb natuurlijk vorig jaar ook al meegedaan. Kwam ik ook bij de laatste 32 nog, dus... Nederland wel, maar Duitsland of Engeland niet. Hij is als eerste finalist van 2013 een Open NK Vuurpapier. De ticket erop is op zak al voor de heren, maar dan gaat het om de titel. Wie wordt Nederlands kampioen? Een groot applaus voor Michel Seijsterwold. De hoop van Limburg gaat het opnemen tegen de hoop van het oosten, de nummer 1 van de wereld van de Buto. Maar als het nu met plank is die minimaal even goed. Een grote applaus voor Reginald, de Viking Kraaienbeek. Dames en heren, voor de eerste keer in Nederland kampioen met vuurpapier weg. Een grote applaus.
veel succes in Londen en we zien je waarschijnlijk ongetwijfeld volgend jaar weer terug hier. Ja, zeker.